Welkom bij JWTV. U weet het, we zitten overal bovenop. We zijn naar de wijk Groenhoord getrokken. Daar is het Groenhoordfeest. En ik laat u gewoon een heerlijke impressie zien. Ingrid van Egmond, organisatie, coördinatie, Zomerfeest Groenhoord Kinderplaza. Wat gaat hier vandaag gebeuren? Er gaat hier van alles en nog wat gebeuren. Zoals je kan zien hebben we verschillende activiteiten hier. Springkussens, kinderen kunnen popcorn en een suikerspin halen. Gratis koffie, thee en siroop. Wat is de bedoeling eigenlijk van het feest, Ingrid? Gezelligheid, alle culturen bij elkaar, plezier maken. Dat vind ik. En het zonnetje schijnt, dus dan is het helemaal geweldig. Jij bent jaren geleden al begonnen met de Corneliaanse moeders. Die term zal ik nooit vergeten. Hoe gaat het nou met die wijk, met al die culturen? Op zichzelf gaat het nog steeds goed. Wat ik wel heel erg jammer vind, is dat ze niet echt bij elkaar willen. Het blijven allemaal aparte eilandjes en dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ja. Wat is nou de belangrijkste reden, denk jij? Ja, ik denk dat het onbekende. Ja, je zou zeggen, na zoveel jaar moeten we toch een beetje van elkaar weten hoe en wat. Ja, nou, ik denk dat dat toch nog wel heel erg moeilijk is. We wonen hier in een wijk met, wat ik toen heb begrepen van onze toenmalige wijkagent, iets van 160 of 180 verschillende culturen. En die hebben allemaal hun eigen cultuur, hun eigen normen en hun eigen waarden en hun eigen dingen. En dat is gewoon heel erg moeilijk om dat bij elkaar te krijgen. En we proberen het wel door middel van de kinderen. En wat de kinderen, daar begint het mee. Als kinderen komen, dan heb je kans dat de ouders er ook bij komen. En dat proberen we eigenlijk middel door een feest te organiseren om mensen bij elkaar te brengen. Paula, wijkbewoonster van Groenhoord. Je woont hier al 11 jaar. Wat is het verschil tussen 11 jaar geleden en nu? Heel groot verschil. Er wordt meer rekening gehouden met de jongeren. Ja, haal hem er maar even bij. Nou hoor ik net van Ingrid, ja, alle culturen door elkaar. Blijft lastig. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik vind het helemaal niet lastig. Nee hoor. Wat is het geheim? Het geheim is gewoon vriendelijk tegen iedereen zijn. Ja. Maar mag je elkaar ook op dingen aanspreken? Vind ik van wel. Ja hoor, ja. Ik zag er net iemand die kwam daar een partij brood neerleggen. Nou, we hebben rattenoverlast in Schiedam. Durf jij dan te zeggen, meneer, waar ben je mee bezig? Ja, dat durf ik zeker te zeggen, ja. Ja, zeker. Op het Groenhoordfeest kom je verschillende mensen tegen. Ook Steven, 20 jaar, komt uit Schiedam-Oost. Steven, wat is er in Schiedam te doen voor jonge mensen? Het uitgaansleven, zeker bij... Bij het stadhuis in de buurt heb je al die kroegjes natuurlijk. Lucas, Zalig zitten daar. Dus normaal moet je daarvoor naar Rotterdam. Bij meestal Stadhuisplein. Maar ik zeg altijd gewoon Stadhuisplein in Schiedam. Ja. Martijn van Zeker 30 Korps Schiedam, ook aanwezig op het Groenhoordfeest. Wat gaan jullie vandaag doen? We hebben vandaag meerdere activiteiten. We hebben een casewerpen, maar ook touwtrekken en lijnwerpen. En daarnaast maken we knopen en leggen we uit wat we precies doen. Zo is dat. Hoe gaat het met de Zeker 30? Het gaat aardig goed, zeker. De afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe kadetten mogen verwelkomen. We hebben ons oude schip kunnen afstoten. En waar we een ander schip voor in de plaats hebben kunnen krijgen. Dus we hebben een nieuw onderkomen waar we jaren mee vooruit kunnen. Ja. Daar zijn we dus ook druk mee bezig om dat netjes op orde te krijgen. En dat gaat steeds beter. Ja. Ja, je komt allerlei mensen tegen hier op het Groenhoordfeest. Vivianne, wat doen jullie vandaag hier? Vandaag zijn we hier met heel veel verschillende rollen eigenlijk. En we zijn hier ook namens Afval de Challenge. En dat is het afvalbeleid van de gemeente Schiedam. En we informeren de mensen graag over het scheiden van hun afval. Waarom dat zo belangrijk is en hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Ja. Hoe reageren mensen op jullie adviezen? Heel positief. Mensen zijn heel erg begaan en willen graag ook even vertellen wat hun ervaringen zijn. En zoeken hier en daar nog wat tips om nog beter hun afval te scheiden. Stephanie Sonneveld bij de S, ook op het Groenhoordfeest. Stephanie, wat doe jij hier allemaal? Ik organiseer voornamelijk mee naar aanleiding tot het feest. Verder beheer ik alle social media pagina's rondom het feest en hier in Groenhoord in principe. En ik fotografeer. Dus, Hoe belangrijk is zo'n feest voor de wijk Groenhoord? Nou, het is echt ontzettend belangrijk. Want net zoals vandaag ook dat je ziet dat er op diverse locaties toch een boel mensen op afkomen. Dat ze gezellig met elkaar gaan praten, dat ze gaan dansen of andere dingen delen waarvan je normaal dat niet echt ziet gebeuren in de wijk. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. Wat zijn de zorgen met name in deze wijk? Ja, toch wel ook de afvalpunten natuurlijk. Hè, wat er in de andere plaatsen ook gebeurt, waarvan ik dat weet. En toch ook wel hier en daar een beetje overlast natuurlijk van mensen. En nou weet ik dat daar wel goed op ingesprongen wordt, zoveel mogelijk. Maar dat blijft toch wel een beetje moeilijk hier en daar.